zijn hier op bezoek bij Margot Janse. Want vanaf 1 december verzorgt Margot de maaltijden in World Business Class. Margot Janse woont en werkt al zo'n 20 jaar in Zuid-Afrika. Op dit moment staat ze nummer 37 op de lijst van beste chefs ter wereld. In het wereldberoemde restaurant Le Quartier Francais in Franschhoek trakteert zij haar gasten op gerechten van een ongekend hoog niveau. Margot, wat kunnen we de komende maanden qua maaltijden verwachten in World Business Class? Nou, het voorgerecht is een taartje van bloemkool en avocado. Dus dat is een mousse van bloemkool, mousse van avocado met ingelegde bloemkool. Een gelei van curry en een velouté van Sint-Jacobsschelp en vanille. Die er zo wordt bijgeserveerd. Dus aan boord moet het er zo uitkomen te zien? Ja, inderdaad. Oké. Qua hoofdgerechten? De vis is een tilapia. Die is gepocheerd in sinaasappelboter. Met een pannenkoekje met gekerrieerde rivierkreeft erbij. Wat paksoi en een chutney van rode ui en tamarinde. De kip is een zacht gegaarde kipfilet. Met polenta met parmezaanse kaas. Wat gekneusde ertjes met munt. En een gerookte kalkoenham die knapperig is gebakken. En dan hebben we het lamsvlees, is een rollade van gesmoord lamsvlees. Dat is geserveerd met quinoa. En die quinoa is gemengd met 7 tuinkruiden en asperges. Margot, welke wijnen zou je onze gasten nu aanraden bij welk gerecht? Bij de vis, bij de tilapia, dan heb je de sinaasappel, maar ook het kruidige van de curry en de kreeft. Dus dat is uitstekend met de Boschendal Sauvignon Blanc. Die heeft ook een goede beetje kruidigheid in de wijn en mooi fris. Bij de kip zou ik de Pinehurst Pinotage. Daar zit dat munt in die ertjes. Dat gaat zeer goed met de Pinotage. Dat is ook een beetje kruidige wijn. En het zoutige van de kalkoenham. En dan bij de lam, dat is natuurlijk iets meer zwaardere, klassieke smaken. En ook weer die kruiden in de quinoa, dat zal zeer goed gaan met de Boschendal Lannoy. Dat is Cabernet Sauvignon en Merlot. Lijkt me een duidelijk advies. Goed. Oké, dankjewel. Graag gedaan.